Hoi, ik ben Thierry en ik ben inmiddels alweer vierdejaars engineering elektrotechniek student aan de Hogeschool van Amsterdam. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik zo bij deze studie ben gekomen, dus kom lekker mee. Zoals ik weet is voor velen het kiezen van een studie best ingewikkeld. Maar ja, voor mij ging het best wel makkelijk. Toen ik op de middelbare school zat, was ik al helemaal weg van techniek. Ik zat daar ook in een robotica groep en daar leerde ik wat oudere vrienden kennen. Die moesten toen al een studie kiezen en die kwamen op engineering elektrotechniek. Toen het voor mij tijd werd, toen besloot ik eens naar de open dag te gaan. Nou, toen ik op de open dag kwam, was het al direct duidelijk. Ik wilde dit gaan studeren. Hier beneden hebben ze zelfs een werkplaats waar ze werken aan te gekke dingen, zoals een waterstofauto en een boot op zonne-energie. Ja, een studie blijft natuurlijk gewoon een studie. Maar ik vond het hartstikke vet om hiernaast ook zulke leuke dingen te doen. Hier op HVA locatie Leeuwenburg hebben ze ook echt een te gekke werkplaats. En hier kun je alles maken, wat je maar wil. Dat vond ik ook super tof. Wil je meer weten over de HVA? Kijk de andere video's van de andere YouTubers op dit kanaal.